En terwijl er nog volop gewerkt wordt aan het nieuwe paviljoen en aan de restauratie van de kasteelhoeve, kan in Houten bij Château Sint-Gerlach de vlag uit. Daar werd op woensdag 31 augustus het hoogste punt bereikt. Hiervoor beklommen de heer Oostwegel met in zijn kielzog gedeputeerde koopmans de steiger om de topsteen te onthullen. Dit is een replica van de totaal versleten originele topsteen. Trots prijkt het jaartal 1668 weer op de hoeve, die eind van dit jaar in gebruik wordt genomen als informeel lunchrestaurant en dorpswinkel met verse producten van het landgoed. Tevens worden er in de kasteelhoeve een aantal vergaderruimtes gerealiseerd. Ja, indrukwekkend wat hier gaat gebeuren. Ongekend ook voor Limburg, deze ganse restauratie van deze hoeve die voor Houten en van Sint-Gerlach natuurlijk ontzettend belangrijk is, maar voor Limburg ook. Dames en heren, van harte welkom op het eerste feest in het Sint-Gerlach-paviljoen op 31 augustus 2016. Een mijlpaal. Een mijlpaal vooral voor de harde werkers hier op het terrein. De mergelwerkers, de bouwers, de architecten, iedereen die sinds januari hier heel erg actief en hardwerkend bezig is. En het is een hele oude traditie hier in Limburg, maar in Brabant noemen ze het pannenbier. Maar hier heet het de Meiplaats als het hoogste punt bereikt is. Het hoogste punt is altijd een bijzonder moment, letterlijk en figuurlijk natuurlijk, want dan is de top bereikt. En dat is het feest natuurlijk voor de bouwvakkers en de vaklui en iedereen die hier aan het project hebben deelgenomen. Dus nog een vooral echt feest. Hè? Nou, Houten en Houten Sint-Gerlach is in alles een hele oude, relevante en interessante plek voor iedereen. Iedereen kent Valkenberg, maar iedereen kent ook Houten Sint-Gerlach. En als ze dan zien wie een boerderie als deze, die door eeuwenlang gelegenheid en door in wat ingedommeld wordt, nou weer in oude luister door de familie Oostwegel hersteld wordt. Dat is natuurlijk iets wat absoluut waardering verdient en wat ook vele heen naartoe zal trekken. We gaan nu echt feesten, maar daarna gaan we ook echt aanpakken, want volgens mij gaat het nu eindspurt betekenen. Hè? Nou ja, je vreugd om houvach en dan wordt weer haalgewerkt. En dat gaat door tot kerstmis en dat moet klaar zijn. Alles op schema? Alles ligt op schema, ja. Dat is altijd wel het een of andere detail dat naeilt. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat het dan opgeleverd wordt. Vergun je zeker een keer terug zien? Ja, zeker. Deo volente, zeggen we dan. Hè.